Hoi, ik ben Monique. Ik ben Jonkie Sia Helatua. Hoi, ik ben Marjan. Hoi, ik ben Kai. Ik werk met mensen met een ernstig meervoudige beperking. Ja, ik zou niet anders meer willen. Ik zou echt denken, waarom doen niet meer mensen dit? Nou, voordat ik hier kwam werken heb ik 14 jaar bij Defensie gezeten. Ja, had ik geen zin meer in. En dat was voor mij de kantelpunt dat ik naar de sport ben gegaan. Ik heb natuurlijk in mijn werk als beveiliger ook heel veel mensenkennis opgedaan. Een stukje communicatie ook, hoe kun je mensen benaderen. En levenservaring, ja, dat doet ook een hoop. Wat ik veel geleerd heb bij Defensie is de discipline. En toen werd mij een vraag gesteld van, zou jij ook willen studeren erin? En daarna, als ik mijn diploma behaald heb, dan krijg ik gewoon een vast contract. Dus ik doe uiterst mijn best. Ik kwam hier en ik dacht van, super vet. Binnen 5 minuten had ik zoiets van, dit is het. Ik kon me huilen van blijdschap. Dit had ik zoveel eerder moeten doen. Bij de een leer je iemand bijvoorbeeld hoe die zijn borden moet afwassen. En bij de ander ben je toch wat langer bezig om toch iemand te activeren. Maar als je dat uiteindelijk wel voor elkaar krijgt, geeft toch wel een heel erg dankbaar gevoel.